allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een super leuke video voor jullie, want ik ga weer heel erg veel nieuwe make-up testen, nieuwe make-up tools en nieuwe kleding die ik heb gekregen. Ik ga beginnen met de make-up en de kleding komt op het einde. Kijk dus echt vooral door tot aan het einde, want ik heb ook een leuke Black Friday deal voor jullie. En het is allemaal gewoon super leuk vandaag. Ik heb echt een heleboel nieuwe make-up gekregen in PR. En ik heb een aantal nieuwe make-up producten ook gewoon gekocht. Dus het is een mixje van PR en gewoon gekochte producten. En die ga ik gewoon vandaag allemaal testen. En ik heb het hier al een tijdje staan, dus ik ben al heel enthousiast om het vandaag allemaal te gaan proberen samen met jullie. Ik denk dat dit weer een hele lange video wordt vandaag, want ik ga een heleboel reviewen. Dus pak er iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken om gewoon lekker te genieten van de video. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, zoals bijna altijd ga ik vandaag weer beginnen met de ogen en ik heb een nieuw oogschaduwpaletje gekregen in PR. Dit is het nieuwe oogschaduwpaletje van Only You. Only You is het huismerk van de Easy Paris en ze hebben een hele kerstcollectie en daarbij zat dit oogschaduwpaletje. Hij is super mooi glitterig. Het is echt heel erg mooi. Op beeld lijkt hij minder glitterig dan dat hij is in het echt. Kijk, hij heeft zo van die holographic glitters. Ze zijn een beetje groen, maar ik zie dat je dat niet echt heel goed kunt zien op beeld. En dit zijn dan de prachtige kleuren. We krijgen ook een spiegel erbij. Dat is ook top. Je hebt een heleboel matte en glanzende kleuren. Er zitten hier 24 oogschaduwkleurtjes in. En hier beneden krijg je een kwastje, maar die gebruik ik nooit. Dus ja. Maar het is echt een heel mooi paletje. Vooral ook voor de feestdagen. Het heeft echt een heleboel neutrale kleuren vooral, maar ook wel een paar pops van pink, zoals je hier kunt zien. Dus het is best wel een goed paletje voor echt een heleboel ooglooks. En dat vind ik persoonlijk altijd heel erg belangrijk. Ik ben heel benieuwd wat de kwaliteit gaat zijn. Want het is best wel een betaalbaar paletje. Vooral omdat je echt 24 kleuren krijgt. Best wel veel. Dus ja, ik hoop dat die ook gewoon echt goed gaat zijn. Dus dit paletje ga ik vandaag gebruiken om een mooie look te creëren. Ik denk dat de look van vandaag ook wel geschikt gaat zijn voor de feestdagen. Tenminste, dat is waar ik vandaag een beetje voor ga. Toch wel een beetje een glam look, like always. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Oh mijn god, ik was even vergeten te vertellen dat ik ook nieuwe kwasten ga gebruiken. Ik heb hier de nieuwe kwastencollectie van Boozy Shop. Ze hebben een hele nieuwe pro-collectie. Gewoon van hun eigen merk, Boozy Shop. En dit zijn alle kwasten. Het is een volledige set met gezichtskwasten en oogkwasten. Je kunt het als een set kopen, maar je kunt ze ook apart kopen als een gezichtkwastenset of oogkwastenset. En je kunt alle kwasten ook nog gewoon individueel kopen. Dus deze heb ik ook van hun gekregen in PR. Dus ik wil vandaag al deze kwasten gaan proberen. Ze zien er wel echt prachtig uit. Ze zien er ook heel luxe uit. De prijs is ook aan de wat hogere kant voor Boozy Shop. Maar ik verwacht ook wel dat de kwaliteit een stuk beter gaat zijn. Dit is echt super zacht. Ik denk dat deze kwasten echt super goed gaan zijn. Maar ja, dat weet ik pas als ik ze heb geprobeerd. Maar als ik er al zo naar kijk, wauw. Ze zien er echt heel goed en professional uit. Ze voelen ook heel zacht aan. Dus deze ga ik vandaag ook proberen. Ik ga beginnen met het primer van de oogleden. Daarvoor gebruik ik deze NYX HD oogschaduwprimer. Deze heb ik nou al een aantal keer gebruikt. Ik weet nog niet heel goed wat ik ervan vind eigenlijk. Dus ik ben er nog even een aantal keer aan het gebruiken. Ik heb het gevoel dat je de glitters nu wat beter kunt zien. Zien we dit, jongens? Echt heel mooi. Oké, ik wil vandaag een beetje gaan voor rood-rozige tinten. Dat vind ik wel mooi, denk ik. Ik ga beginnen met een matte kleur hier. Die heet Funhouse. Wat vinden we, by the way, van mijn nagels? Kerstnagels. Helemaal zo rood en glitterig. En dan hier zo'n kerststerretje of wat dit ook is. Ik ben er echt weer helemaal voor gegaan. Weer lekker heftig, lekker extra. Zoals ik altijd ben. Ik ben een heel extra persoon. Even kijken. Dan ga ik ook mijn nieuwe kwasten gebruiken van Boozy Shop. Ik ga denk ik deze blender gebruiken. Dit is de Boozy Shop Fluffy Blender nummer UP22. Het is ook fijn dat het overal echt opstaat voor wat het is. Dat is heel handig voor beginners ook. Dat vind ik wel heel handig dat ze dat hebben geschreven. De kwasten zien er echt prachtig uit. Ik hou normaal wel iets meer van een iets fluffier kwast. Maar ik ga het gewoon proberen. Oh wacht, ik heb hier een grotere blender. Ik denk dat ik deze ga gebruiken voor de arcadeboog. Ja, deze is fijner. Dit is de UP21. UP. Ik zeg de U in het Engels en dan de P in het Nederlands. UP. Het is UP. UP, jongens. Oké, dan pak ik dus die kleur Funhouse. En daarmee ga ik gewoon zo helemaal in mijn arcadeboog. Hele mooie kleur dit. Af en toe gaat gewoon mijn stem weg. Omdat ik altijd zo overdreven hard schreeuw als ik praat, ben ik gewoon af en toe random mijn stem kwijt. Jongens, ik heb hier een puist. Ik weet niet wat die komt doen. Ik weet niet waarom die weer aandacht wil hebben. Maar die gaan we gewoon negeren. Want dan gaat die gewoon langzaam weg.
De kwasten die ik normaal gebruik zijn over het algemeen bijna allemaal van Zoeva. Zijn echt de beste kwasten ever. Ook wel een beetje prijzig. Maar echt letterlijk elke euro waard. Dus ik vergelijk altijd alle kwasten met die. En dan vind ik eigenlijk altijd bijna alle andere kwasten helemaal niet fijn. Omdat die gewoon zo geweldig zijn. Dus ik ben benieuwd wat ik van deze kwasten ga vinden. Dan pak ik de paarse matte kleur hier. Die heet Savage. Ik had gewild dat die iets donkerder was geweest. Nou pak ik wel die iets kleinere blender UP22. En die ga ik een beetje blenden in de hoeken. De kleuren zijn wel een klein beetje poederig of zo. Oké, nou heb ik dat paarse helemaal ingeblend. Dan pak ik weer die grote blender waar die roze kleuren nog een klein beetje op zit. Ik pak niet meer product. En dan ga ik gewoon een beetje zo blenden bij de randen. Oké, ik ga heel even met concealer een halve cut crease maken. Ik ga de glanzende lichtroze kleur hier aanbrengen. Die heet Good Girl. En ik ga deze oogschaduwkwast gebruiken. De Bussy Shop Concealer Brush. Maar ik gebruik die voor oogschaduw nummer UP03. En die kleur breng ik echt alleen maar aan hier in de binnenste hoek. Uit alleen maar dit. Want ik wil hier ook nog twee andere kleuren aanbrengen. Dus er moet nog wat plek zijn. Dan ga ik de glanzende felroze kleur hier aanbrengen. Die heet Tinsel Town. En als laatste breng ik de rode glanzende kleur hier aan. Die heet Fireplace Magic. Nou, die rode kleur was echt super goed gepigmenteerd. Echt veel beter dan die andere. Terwijl het gewoon wel dezelfde formules zijn, deed die het toch beter. Ik snap niet helemaal waarom, maar dat was gewoon hoe het was. Even denken. Ik denk dat ik ook nog een beetje de donkere kleur hier wil aanbrengen of zo. Hier beneden is een zwarte glanzende kleur. Die heet Midnight Hour. Er zit een klein beetje glans in. Maar ja, de glans is allemaal niet heel erg heftig. Dus ik ga het gewoon een beetje gebruiken als een matte kleur. Hier in de hoeken. Om het een heel klein beetje donkerder te maken. Maar echt maar een heel klein beetje. Want dit was ik niet echt van plan. Maar ik vind toch dat het ja, iets meer diepte moet hebben. De kwast die ik daarvoor gebruik is deze ronde bullet kwast. Dit is de UP27 kwast. Dan pak ik gewoon een heel klein beetje. En dan ga ik dat gewoon een beetje zo hier indrukken. Heel lichtjes. Ik druk niet hard, want ik wil niet super zwart hebben, maar gewoon iets, ja, gewoon iets donkerder. En dan pak ik weer die fluffy kwast en dan ga ik een beetje alles een beetje blenden bij de randen. Oké, ik denk dat dit het dan wel gewoon zo is. Ik heb een lekker een heftige look meegemaakt. Er is wel een beetje fallout, vooral van die zwarte kleur en de rode kleur. Dus godzijdank ben ik begonnen met mijn ogen en kan ik dit er gewoon af wipen met de make-up wipe. Oké, dan is het voor nu heel even klaar met de ogen. Ik vond het paletje een beetje een moe. Ik ben er niet heel enthousiast over. De kwasten hebben echt super goed gepresteerd. Daar ben ik heel blij mee. Dan ga ik nou een winged eyeliner aanbrengen. Van Honest Beauty heb ik hier hun liquid eyeliner. Honest Beauty is het make-up een merk van de actrice Jessica Alba. En dit is een clean beauty merk. Deze heb ik gewoon gekocht bij de Douglas. Want ik was echt heel erg benieuwd naar dit merk. En ik wil er ja, wat producten van gebruiken. Dit is dan hoe de verpakking eruit ziet. Zo'n lange witte verpakking. En hier beneden staat Honest Beauty. Het is gewoon echt zo'n liquid eyeliner standaard applicatortje. Ik ga hiermee even een wing maken. Nou, dit is echt een van de meest matte liquid eyeliners die ik ooit heb getest. Hier is hij al helemaal opgedroogd. Kijk even hoe mat en zwart hij is. De formule is echt amazing. Heel erg zwart, heel erg mat en droogt ook heel snel op. Terwijl ik het aan het doen was, merkte ik al dat hij aan het opdrogen was. En dat vind ik heel fijn, want dan ben ik lekker snel klaar. Het enige wat ik iets minder vind is de applicator. Het kwastje is best wel hard en stevig. Dus die beweegt niet echt mee. En dat vind ik persoonlijk altijd iets minder fijn. Ik vind het altijd fijn als het kwastje een beetje flexibel is en een beetje meebeweegt. Maar de formule is zo goed. Dat ik dat best wel gewoon een beetje kan negeren. Dan is het tijd voor een nieuwe mascara. Ik heb hier de mini versie van de ABH Lash Drag. Lash Brag mascara. Deze heb ik gekregen in de laatste Douglas Advent kalender. Was echt een van de weinige producten in die kalender die me aansprak. Dus deze wil ik gaan proberen. Ik wil die al een tijdje proberen. Dus ik was heel blij dat die in die kalender zat. Iemand had nog onder die video gezet dat ze hem super goed vond. En iemand anders vond hem heel slecht. Dus ik ben benieuwd. De verpakking is in ieder geval echt prachtig. Zo dat chroom en dat ombre effect van zwart naar goud. I love it. Ik ben heel benieuwd hierna. Ik ga wel even eerst mijn wimpers krullen. Ik heb echt de meest mini slechte wimpers. Dus je gaat sowieso niet echt heel veel effect zien. Maar ja, ik weet toch altijd wel wat ik ervan vind. De applicator ziet er echt prachtig uit. Of heet het een applicator? Ik weet nooit hoe zo'n ding heet van een mascara. Ik weet dat het in het Engels heet het een mascara wand. Maar in het Nederlands weet ik het niet. Als iemand het weet, let me know. Want ik zeg altijd gewoon applicator. Maar hij ziet er wel echt perfect uit. Precies zo'n applicator die ik altijd fijn vind.
Dus laten we hem gebruiken. Het doet me een beetje denken aan de Too Faced Better Than Sex mascara. Daar lijkt hij echt heel erg op. Ik vind de mascara fijn. Ik heb er echt niks op aan te merken. Hij geeft lekker veel volume. Ook heel veel lengte. Maar het is wel echt een volume mascara. Volgens mij stond dat er ook echt op. Staat op. Ja, Volumizing mascara. En wat is hij echt? Hij geeft heel veel volume. I like it. Hij lijkt echt super, super veel op die van Too Faced. Oké, dan nepwimpers. Ik heb nieuwe nepwimpers. Maar ik was niet van plan om ze te gaan gebruiken in de video. Maar ik dacht, ja, dit is een nieuwe make-up video. Dus laat ik hem gewoon op gaan doen. Maar deze wimpers zijn dus nieuw. Maar ik heb ze al opgedaan. Maar ik kan jullie wel even vertellen wat ik ervan vind. En dat zijn wimpers van Tati Lashes. Dit is TL4. Dat is mijn fave. En ik heb hier ook TL3. Ik hou altijd TL4 en TL3 van hun. Echter waren hun wimpers altijd mink wimpers. Ik draag geen echte mink wimpers meer. Daar ben ik al een tijdje geleden mee gestopt. Dus toen ben ik ook gestopt met deze fantastische wimpers. Maar nou had ik gezien dat ze dus TL4 en TL3 ook hebben in foam mink. TL3 heb ik nog niet gebruikt. Dit is de verpakking in hoe je hem krijgt, hoe je hem binnenkrijgt. Ik heb ze besteld bij lashaddict.com. Hele dramatische wimpers. Dat moet ik jullie wel vertellen, maar daar hou ik van. Echt super wimpers. Dus ik was echt heel blij om te zien dat ze nou ook foam mink hebben. Want nou kan ik ze weer gebruiken. Deze ga ik dus eventjes opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, zoals je kunt zien zijn de wimpers lekker heftig. Dit zijn dus TL4 van Tati Lashes. De foam mink. Ik moet wel zeggen, volgens mij zijn de foam mink heftiger dan de echte mink. Ik herinner me niet dat de mink, de normale mink echt zo extreem lang was. Al waren die ook wel heftig. Maar deze ogen wat heftiger of zo. Maar goed, ik vind het wel echt prachtig. Ik hou heel erg van hele heftige wimpers. Dan ga ik beginnen aan de gezichtsmake-up. Ik heb een nieuwe foundation en concealer. Dus ik ga geen nieuwe primer gebruiken. Ik gebruik gewoon een primer die ik ken en waarvan ik weet dat hij goed presteert. Als primer gebruik ik mijn NYX Dual Me Up primer. Oké, dan is het tijd voor foundation. Alles wat ik vandaag gebruik is helemaal nieuw en heb ik nog nooit gebruikt. Behalve de foundation en de concealer. Die heb ik allebei al getest. Want dat vond ik heel erg belangrijk. Want met deze eerste indruk video's merk ik toch dat als het gaat om gezichtsproducten, ik ze toch een aantal keer moet gebruiken om echt goed te weten wat ik er echt van vind. Meestal gebruik ik hem dan voor de eerste keer. En dan doe ik een full day wear test. En dan geef ik op het einde van de dag mijn mening. Maar ik heb toch iets te vaak dat ik hem vaker gebruik en er dan dingen veranderen en ik het misschien niet meer zo goed vindt. En dan heb ik jullie dus iets aangeraden dat ik uiteindelijk eigenlijk niet goed vind. Dus als het gaat om gezichtsproducten ga ik ze gewoon vaker gebruiken als ik die mogelijkheid heb. Ik ga vandaag de nieuwe Huda Beauty Foundation Stick aanbrengen. Deze heb ik dus al vaker gebruikt. Al iets van 2 of 3 keer of zo. Ik heb hem in de kleur 350G. Dit is een stick foundation met een lichte tot medium dekking. Ze heeft ook echt een heleboel kleuren. Voor mij is het altijd als het om Huda Beauty gezichtsproducten gaat heel erg makkelijk. Want ik heb precies dezelfde kleur als Huda Beauty herself. Dus ik gebruik altijd de kleur die zij ook gebruikt. En deze kleur matcht ook weer perfect met mij. Dit is echt een hele, hele fijne stick. Iets wat ik wel echt vind is, hij heeft echt een dewy, glanzende finish. Dus mensen met een vettige huid, ik weet niet of dit heel geschikt gaat zijn voor jullie. Ik heb 2 andere video's gezien waarin mensen deze stick reviewen. Eén meisje had een vettige huid en eentje had een beetje een moeilijke huid. Ze had acne en zo. Iets wat ik echt heb geleerd als het gaat om deze foundation is, breng het aan met een kwast en niet met een spons. Ik heb allebei gedaan. En als je het aanbrengt met een spons, wordt het een beetje vlekkerig en met een kwast niet. Dus ik ga vandaag deze nieuwe kwast gebruiken van Beauty Shop. De foundation kwast UP04. Je moet hem echt aanbrengen met een kwast en dan brengt hij veel beter aan. Hij is wel super vettig. Een van de reviews die ik heb gezien is van Jackie Aina. En zij vond hem heel fijn. Echter heeft zij een hele vettige huid. Dus ik dacht nog van, hoezo vindt ze hem fijn? Hij is echt super vettig. En je gezicht wordt echt heel erg vettig. Dus als je al een vettige huid hebt, dan is dat niet wat je wilt. Maar ik kwam tot de conclusie, zij heeft dus een vettige huid. Dus elk product wat zij aanbrengt wordt vettig na een aantal uur. Want zo is gewoon haar huid. Waardoor zij misschien niet helemaal door had dat deze echt nog vettiger is. Want haar huid is al vettig en ze is dat al gewend. Ik echter heb een normale tot droge huid. Dus ik heb het echt gelijk door als iets vettig is. Want deze foundation maakte mijn huid gewoon vettig. Ik had hem opgedaan. En rond het einde van de dag viel het me op dat mijn gezicht best wel glansde. En ik had echt iets van, sinds wanneer glanst mijn huid zo? En toen legde ik die link van, oké, dat is dus die foundation. Hij is super glanzend. Ik vond het niet echt een probleem. Ik vind de glans altijd wel mooi, want ik heb een normaal tot droge huid. Dus I'm totally here for een glans. Maar het is dus echt best wel extreem. Dus let daar wel op. Als jij iets hebt van, ja nee, ik vind dat niet mooi.
dan gaat dit niet het product zijn voor jou. Het heeft wel een hele mooie natural finish. Ik vind hem heel fijn. Ik zou hem ook gewoon aanraden voor iedereen met een normale tot droge huid. Het heeft echt een hele mooie natural finish. Ideaal voor everyday. Alleen ja, wordt hij wel echt heel erg vettig. Dus ik gebruik altijd echt een matte poeder als ik dit product gebruik. En dat een meisje met acne vond hem dus niet fijn. Omdat hij dus niet genoeg dekt. En bij haar bleef hij een beetje plakken aan de droge plekken op haar huid. Nou, dat probleem ervaar ik echt totaal niet. Maar ik snap wel dat hij inderdaad niet genoeg dekking heeft. Dus als je een beetje een problematische huid hebt, dan gaat het niet echt heel veel bedekken voor jou. Maar als je houdt van een natural finish, dan raad ik hem zeker aan. Van een natural glanzende finish. Ik vind de kwast by the way heel fijn. Het is een hele fijne buffer. I like it. Kijk, zoals je kunt zien, mijn hele gezicht glanst ook helemaal. Zien we dit? Oké, dan concealer. De concealers heb ik ook al vaker gebruikt. En dit zijn de nieuwe concealers van Be Creative Makeup. Van hun Wonder Wear collectie. Dit is een volledig dekkende concealer. De Wonder Wear collectie is een concealer en een foundation. Deze is ook heel fijn. Heeft ook echt een volledige dekking. Deze dekt ook echt alles. Ik had met hun een samenwerking op Instagram. Maar dit is verder geen samenwerking. Ik vind ze gewoon heel erg fijn. Dus ik wil ze jullie gewoon echt aanraden. Als je nog op zoek bent naar een goede, super, super dekkende concealer. Of foundation. Want die dekt ook heel goed. Dan raad ik ze zeker aan. Ik mix twee kleuren. Ik heb hier de kleur 4W en 5W. Deze breng ik allebei aan. Wat je ook echt moet weten is. Je hebt niet veel nodig. Je hoeft echt maar een klein beetje aan te brengen. Because they are a lot. Ze hebben echt heel veel dekking. Ik begin altijd met de lichte kleur, 4W, die breng ik zo hier aan. En dan breng ik de kleur 5W zo daarnaast aan. Maar mensen, echt gebruik niet te veel. Dit is dus echt weinig voor mij. Normaal breng ik echt superveel aan. Ook een beetje op de puist. Maar dat hoeft met dit product dus echt niet. Ik vind het echt geweldig. Ik ga de concealer inblenden met deze nieuwe spons van Real Technique. Heb ik ook gekregen in de Douglas Adventkalender. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat aanbrengen. Dit is de Real Technique by Sam en Nick Miracle Complexion Sponge. Ik vind de kleur heel erg mooi. Lijkt een beetje op mijn achtergrondkleur. Hij is ook lekker zacht. Ik ga hem even nat maken. Nou, hij is een stukje gegroeid. Kijk, hij is echt een stuk groter geworden. Hij is lekker zacht. Hij voelt echt goed aan. Wauw, ik vind hem echt heel fijn. Hij is echt super zacht. Hij blende ook dit helemaal mooi uit. I love it. Als je nog een goede spons zoekt, deze is echt goed. Ik vind de Be Creative Wonderwear collectie echt amazing. Voor iedereen die houdt van veel dekking, is dit echt de collectie voor jou. I love it. Nu heeft ook alles veel meer dekking. Is mijn gezicht veel meer smooth. Het is ook helemaal verlicht. Zien we dit? I love it. Deze spons is ook echt wauw. Ik ben echt impressed. Oh my god, guys. Ik kreeg net echt even de shock van mijn leven. Mijn camera was uitgevallen en ik had helemaal niks door. Ik was echt even bang dat hij gewoon mijn hele gezichtsmake-up dingen heeft overgeslagen. Gelukkig heeft hij alleen maar de poeder overgeslagen. Ik heb dus helemaal poeder aangebracht op mijn gezicht van Sleek Cosmetics. De Face Form Baking Poeder. In de kleur Light. Ik weet niet of hij ook andere kleuren heeft, maar ik heb in ieder geval de kleur Light. Is een hele mooie kleur. I like it. Ik heb daarmee gebaked overal bij de concealer en het er toen afgeveegd. Dit is een hele fijne poeder. Ik vind hem echt heel erg fijn. Hij is best wel licht. Hij is heel fijn gestampt. Waardoor hij dus helemaal niet zwaar ligt op je gezicht. Dat vind ik heel erg fijn. De kleur is ook mooi. Hij maakt alles heel mooi mat. Het is echt wel best wel een matte poeder. Ik heb ook een foto gemaakt met Fliss en hij heeft helemaal geen flashback. Dus deze poeder vind ik heel erg fijn. Ook lekker betaalbaar. I love it tot nu toe. Nou ga ik beginnen met contouren. Ik heb dit nieuwe paletje van Makeup Studio. Dit is een volledig gezichtspaletje. Kijk, dit zijn alle kleuren. Mijn zusje heeft hem laten vallen, dus deze is nou een klein beetje kapot. Maar je hebt dus een bronzer kleur, contourkleur, een matte blush en twee highlight kleurtjes hier beneden. Heel fijn paletje. Hij is ook lekker licht. Je hebt een spiegel, hij is lekker smal. Hij is niet te groot, dus handig voor to go. Ik hoop dat hij goed gaat werken. Even kijken, ik ga deze matte kleur gebruiken om mee te contouren. Ik hoop dat die kleur daar geschikt voor gaat zijn. Er komt niet heel veel vanaf. Ik moet best wel veel aanbrengen. Dan ga ik ook een beetje bij de wangen contouren. Ik heb deze nieuwe kwast ook weer van Boucher Shop. UP05. Dit is eigenlijk een blush kwast. Ik snap nooit hoe mensen zo'n kwast gebruiken voor blush. Want daar vind ik hem te smal voor. Zo'n kwast gebruik ik altijd voor contour. Dus dat ga ik nou ook doen. Ik vind de kleur echt goed voor contour. Alleen is hij een beetje poederig. Vooral op mijn neus was dat niet heel erg fijn. Oké, ik ga heel even een klein beetje mijn Max & More Fixing Spray sprayen. Om alles mooi in elkaar te blenden.
En dan ga ik even snel mijn ogen afmaken. Ik doe een nude oogpotloodje in mijn waterlijn. Dit is 005 van Rimmel London. En dan ga ik die matte kleuren die ik hier heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dus even kijken. Deze kleur van huis ga ik aanbrengen. En de paarse kleur Savage. Die twee ga ik allebei aanbrengen op de onderste wimperrand. Daarvoor gebruik ik deze kleine kwast van Bougie Shop UP31. En dan pak ik de witte glanzende kleur, die heet Snow White. En die ga ik een beetje aanbrengen in de binnenste ooghoek. Dit is een beetje een holographic kleur. Het is niet echt wittig, zien we dit? Het is een beetje zo paasachtig, wauw. Ik ga hem even swatchen. Kijk, zien we dit? Het is geen normale witte kleur. Het is een beetje holographic paarsachtig. Heel mooi wel. Oké, dan zijn we klaar met dit paletje. Dan ga ik ook een beetje mascara aanbrengen op de onderste wimpers. Ik ga weer verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. Even kijken, ik heb geen nieuwe bronzer. Dus ik ga gewoon denk ik dit paletje gebruiken. En ik ga deze twee kleuren een beetje mixen met elkaar. En dan kijken wat het wordt. Ik ga de bronzerkwast gebruiken van de collectie. De bronzerkwast is echt perfect. Echt zo'n platte bronzerkwast. Niet zo rond. Ik zie heel vaak dat bedrijven hun bronzerkwasten zo rond maken. Maar dat moet echt alleen als poederkwast. Als bronzerkwast is het echt ideaal als je zo plat is. De bronzerkwast die ik nu gebruik is dat ook. Kijk, die is ook zo platachtig. Zie je dat? Dus dat vind ik altijd belangrijk. Dit is de kwast UP02. Is de bronzerkwast. Dan ga ik gewoon zo een beetje in allebei of zo. En dan hoop ik dat het een beetje een oké kleur gaat zijn. Oh jawel, op zich wel. Wauw, deze kwast is echt heel erg fijn. Oké, hier is een klein beetje een vlek gekomen. Ik weet niet hoe dat is gebeurd. Want hier is dat helemaal niet, maar oké. Oké, de bronzer is beter dan dat ik dacht. De kleur matcht best wel oké, maar het is niet mijn fave. Ik zou dit niet meer gebruiken als bronzer. Ik zou echt alleen maar, ja, die ene kleur gebruiken als contour of zo. Oké, voor blush ga ik dan deze matte kleur gebruiken. Die kleur ziet er echt prachtig uit. En dan ga ik wel gewoon weer die blushkwast gebruiken van Bougie Shop. Waarmee ik ook heb gecontourd. Beetje schoonmaken in de dingen. Oh wauw, deze kleur is echt prachtig. I like it. Nou, deze blush is mooi. Brengt ook gewoon goed aan. Wauw, heel mooi dit. Lekker mooi mat ook. I like it. Oké, dan heb ik ook nog de highlighter kleuren. Ik ga sowieso deze onderste gebruiken. Maar ik heb ook een nieuwe highlighter van Maria Malky Cosmetics. De Be Glassy Highlighter. De verpakking is echt weer amazing. Zoals al haar producten. Ik heb de kleur Goddess. Heel mooi nude. En hierop staat mijn naam. Zien we dit hier? Ze heeft mijn naam erop gezet. Dat vind ik echt zo ontzettend cute. Ik heb dit gekregen in PR. By the way, deze had ik ook gekregen. En wat ook handig is, is dit kan er gewoon af. Zie je dit? Is dat niet echt gewoon te cool? Gewoon? En je hebt dan gewoon zo'n handig spiegeltje. Mocht je hem niet hierop willen. Het zit vast met een soort van magneet. En je kunt hem zo weer erop schuiven. Dat vind ik echt heel erg mooi. De kleur ziet er echt perfect uit voor mij. Dit is echt zo'n kleur die ik zou gebruiken. Kijk even hoe mooi. Dus deze verpakking echt 10 punten voor mij. Echt geweldig. Ik hoop dat hij ook goed gaat zijn. Ik ga de highlighter kwast van de Bougie Shop set gebruiken. Nummer UP10. En dan gaan we gewoon een beetje een glow aanbrengen. Ik persoonlijk hou altijd van een hele heftige glow. Dus ik hoop dat hij dat mij gaat geven. Ja, dit is zeker heftig. Kijk hoeveel erop komt. Wauw. De kleur is ook echt amazing. Hij leek een beetje donker. Ik was een klein beetje bang dat hij te donker ging zijn. Maar eigenlijk is dat helemaal niet. Nee, hij is totaal niet te donker. Hij is helemaal perfect voor mij. Kijk even deze glow, jongens. Het trekt ook mooi in de huid. Het ligt niet zo poederig op de huid. Dat effect vind ik altijd vreselijk. Het geeft echt zo'n wet look glossy effect. Ik ben impressed. Heel mooi dit. Je hoeft ook helemaal niet veel aan te brengen. Ik heb helemaal niet veel gepakt. En het geeft al gelijk zo'n heftige glow. Kijk even dan. Wauw. Als je de glow iets minder wilt, moet je gewoon wat minder aanbrengen. Maar ik hou altijd wel van een wat heftigere glow. Heel mooi dit. Nou heb ik die andere niet gebruikt. Oh, ik heb het bij allebei aangebracht. Oh mijn god, ik wilde op één wang deze aanbrengen. Oh, wat dom van mij weer, jongens. Deze kleur is wel weer heel prachtig. Kijk ook hoeveel hiervan afkomt. Sorry. Oké, dan de lippen. Ik heb twee nieuwe matte liquid lipsticks. Ook van Be Creative Makeup heb ik ook ontvangen in PR. Ik heb hier een beetje een meer nude kleur 007. Soulmate. En hier een meer rode kleur 009 Supreme. Dit zijn by the way wel mini versies. Deze heb ik gehad in hun adventkalender. Die had ik unboxed op mijn Instagram verhaal. Dus volg me daar als je wat meer
productjes wilt zien. Dit zijn dan de twee kleuren. Allebei prachtig. Een beetje een rode kleur en een beetje een mauve roze kleur. Welke kleur zou het beste matchen met deze ooglook? Ik denk dat ik ga voor de wat lichtere kleur, ja. Oeh, ze ruiken ook echt heerlijk. Naar snoep of zo, wauw. Hele zoete geur. Beetje laten opdrogen. Het bracht echt perfect aan. Lekker veel pigment. Niks op aan te merken. Ik heb nog nooit liquid lipsticks van dit merk geprobeerd. Dus het is iets nieuws voor mij. Wauw, de kleur matcht echt perfect met de ooglook. Oké, de lip is opgedroogd. I love it. Heel erg mooi. Hij voelt ook niet te droog aan of zo. Ik vind altijd matte liquid lipsticks altijd best wel droog. Want ik heb hele droge lippen. Als laatste heb ik hier van de Morphe Holiday Collectie hun setting spray. Dit is gewoon hun normale setting spray. Ik dacht in het begin is dit misschien iets nieuws. Maar het is alleen maar een andere verpakking. De holiday verpakking. Maar het is gewoon hun normale setting spray. Die heb ik al een keertje ooit gehaald. Ik had hun setting spray in samenwerking met Jeffree Star. Alleen volgens mij was die kapot. Want er kwam niet heel veel uit. Dus nu kan ik zien of dat dus echt was. Want nu heb ik dus weer twee andere. Het is dus een set van twee. Deze is het normale formaat. En het is de mini versies. Ze zijn echt allebei precies de same volgens mij. Oké, ik ga gewoon de grote gebruiken. Oké, het is een hele zachte mist. Ik vind het ook fijn dat hij gewoon niet stopt. Hij gaat gewoon echt door. Oh, nou wordt hier alles nat. Oh my god. Hij valt ook heel zachtjes zo op de huid. Niet zo'n agressieve spray, dat haat ik altijd. Oké, dan zijn we klaar. Dit was dan de hele look met alle nieuwe make-up producten. Nou jongens, qua make-up ging het vandaag echt goed. Ik vond echt het meeste goed. Ik ben ook heel blij met hoe deze look is geworden. Mijn ogen zijn mooi. Mijn gezicht is mooi. Ik ben echt heel erg blij. Ik zal even heel snel vertellen wat ik van alles vind. Ik zal beginnen met de tools. Deze spons, amazing. Raad ik aan. Lekker betaalbaar ook. Je moet hem echt halen. Hij is heel groot, heel zacht. Ook denk ik ideaal voor foundation. De kwasten, idem dito. Ik vind de kwasten oprecht fijn. En ik ben best wel een moeilijk persoon als het gaat om kwasten. Want mijn Zoeva kwasten zijn echt amazing. Maar deze zijn ook echt goed. Ik raad ze echt aan. Ondanks de hoge prijs is de kwaliteit ook gewoon heel erg goed. Ze zijn lekker zacht. Ze brengen gewoon goed aan. Ik vind het heel erg fijn. De kwasten zijn dus ook individueel te koop. En als je iets hebt van ik hoef niet de hele sets. Ik wil gewoon een paar losse kwasten. De kwasten die ik dan echt zou aanraden is deze grote Fluffy Blender. Nummer UP21. Vond ik heel erg fijn. De foundation. Deze kwast vond ik ook echt heel erg fijn. Dit was UP04. En de bronzen kwast. Deze is echt amazing. Heel erg fijn. En dit is nummer UP02. Oké, dan gaan we verder. Deze Be Glassy Highlighter van Maria Malky Cosmetics. Girl, you really did that. Deze is echt heel erg mooi. Kijk die glow. I love it. Deze poeder van Sleek. Ook amazing. Super goedkoop. En zo erg goed. I love it. Hele fijne poeder. De Be Creative Matte Liquid Lipstick vind ik ook echt heel erg fijn. Het is wel echt een cliché matte liquid lipstick. Hij is niet heel erg goed of heel erg slecht. Het is gewoon zo'n cliché matte liquid lipstick. Dit paletje van Makeup Studio. Hij is duur. Ik vind het een goed paletje. Hij is wel aan de dure kant. Dus ik zou hem echt alleen maar aanraden als je echt alle producten gaat gebruiken. Want hij is echt veel te duur om maar een aantal producten te gebruiken. Maar ik raad hem wel aan. Want ik vind hem heel erg mooi. De glow heb ik niet gebruikt. Maar ik had hem geswatcht. En hij oogt echt heel erg mooi. De blush is mooi. De contourkleur is mooi. Ik raad hem zeker aan. Alleen maar als je elke kleur zou gebruiken. De Morphe Fixing Spray ook heel erg fijn. Brengt heel fijn aan op de huid. Het Only You paletje is voor mij een beetje een moi. Qua prijs-kwaliteit verhouding vind ik ze wel heel goed. Voor een lage prijs krijg je superveel kleuren. Alleen de kwaliteit is niet super goed. Het is niet een van mijn beste paletjes ofzo. Dus dat wel. Maar voor de prijs, het is een oké paletje. De mascara van ABH ook heel erg fijn. Echt precies als die van Too Faced. I love it. De Honest Beauty Liquid Eyeliner. Echt de beste formule ever. Alleen het kwastje vond ik niet zo fijn. Dus dat is dat. De concealers van de Wonderwear collectie van Be Creative Makeup. Ook amazing. Als jij een goede, betaalbare, volledig dekkende concealer zoekt. Waarvan je niet te veel hoeft te gebruiken. Hij is echt geweldig. Je krijgt 13 ml. En dit gaat echt wel lang mee. Want je hoeft echt niet veel te gebruiken. En dan last but not least.
least de Huda Beauty Foundation Stick. Ik vind hem fijn, maar let wel op. Hij heeft een lichte tot medium dekking en is super glanzend. Dus voor een vettige huid raad ik hem gewoon echt absoluut niet aan. Voor een problematische huid raad ik hem ook niet aan. Want hij gaat je acne en zo niet verbergen. Tenminste, als dat is wat je wilt. Ik raad deze aan voor de mensen met een normale huid, een droge huid en al wel een vrij egale huid. En die houden van een naturel make-upje met een mooie glanzende gloed. Als je daarvan houdt, is dit echt de foundation voor jou. Ik vind hem fijn. Ik zou deze echt gebruiken voor everyday. Eigenlijk was er vandaag niks bij waarvan ik zeg dit is echt slecht. Ik ben echt heel enthousiast over alle make-up. I like it. Dan gaan we verder met deel 2 van deze video en dat is de kleding. Ik heb weer een aantal geweldige kledingstukken mogen ontvangen van Chiquelle. En ik heb ook echt super leuk nieuws voor jullie. Want het is Black Friday Week bij Chiquelle. En dat houdt in 40% korting op hun hele website. En de sale is de hele week tot en met 30 november. Ik moet wel zeggen, Chiquelle heeft altijd best wel lage voorraad en alles is best wel snel uitverkocht, dus ik zou snel zijn. Als je de code BLACKSHOPPING gebruikt, heb je dus 40% overal vanaf en dat is echt een hoop. En de kwaliteit van Chiquelle is echt goed. Het is echt hele goede kwaliteit. Het is ook wat prijziger, maar de kwaliteit is ook echt veel beter. Dus ik raad jullie die kleding echt aan en ik ga vandaag jullie weer een aantal kledingstukken laten zien. Ik ga beginnen met een heel pak en dat is dit bruine pak. Je hebt hem ook in het zwart en deze, ik heb die eergisteren volgens mij aangehaald. Dit is zo'n fijn pak. Je hebt dus deze broek. Hij zit hier strak. Hij zit wel een beetje losjes om de benen. Hij is niet helemaal strak. En dan beneden gaat hij weer strak om je enkel heen. Deze heb ik in maat M. Ik had hem in maat S moeten doen. Deze pakken vallen een beetje groot uit. Ik persoonlijk had hem liever iets strakker gewild. Dus let op als je deze bestelt. Pak een maat kleiner. En dan heb je de bijpassende crop top vest erbij. Dit is het vest. Je buik is niet open. Hij valt precies tot aan de broek. Deze is ook lekker zacht. En je hebt zo hiervoor zo'n... hoe heet het ook weer? Rits. Ik was gewoon even de naam Rits vergeten. En die kan ook gewoon zo helemaal dicht. Ik vind het mooist helemaal dicht. Maar je kunt hem ook gewoon een beetje open doen. Heeft gewoon lange mouwen. Zit ook wel een klein beetje losjes. Deze heb ik in maat S en past echt perfect. Dus dat vind ik heel erg fijn. Dit pak is zo zacht. Ik kan niet eens omschrijven hoe zacht het aanvoelt. Het is echt niet te doen. Toen ik hem dus eergisteren aan had, echt iedereen die mij zag, zei ook echt gelijk, wat heb jij een leuk pak aan. Hij is echt geweldig. Ik had hem gepakt in het bruin. Ik neigde naar zwart, maar ik dacht, ja, Sarah, je hebt altijd alles zwart. Pak een keer wat anders. En ik ben heel blij. Ik vind bruin heel erg mooi. Oké, jongens. Dit is dan het hele pak. Ik heb dus deze in maat S. Deze past op zich wel goed. Alleen de broek is echt best wel groot. Ik heb hiervan dus maat M. Ik dacht wel dat ik die zou passen. Maar ik denk toch dat ik echt gewoon maat S had moeten doen. Ik heb echt nooit maat S van broeken. Dus dat is wel apart. Hij hoort wel een beetje groot te vallen. Maar hier is hij wel echt heel groot. Dus het kan nog net. Maar ik had beter een maat S kunnen doen. Dus als je dit pak bestelt, bestel echt een maat te klein van de broek in ieder geval. De top is gewoon goed. Die zit op zich goed. Die had ik niet per se een maat kleiner gewild of zo. En I love it. Het is dus helemaal tot de voeten. Bij de voeten is het zo daaronder strak. Dit materiaal is zo zacht, jongens. Kon ik maar laten voelen hoe zacht het is. Het is niet normaal hoe zacht en fijn dit zit. I love it. Ook lekker warm. Hier heb je dan een rits. Die kan open of dicht. Je kunt ermee doen wat je wilt. En dit is gewoon de achterkant. Gewoon vrij normaal. Dus ja, I love it. Het is echt een super fijn pakje. Deze valt echt precies tot aan de broek. Echt een heel fijn huispakje. Dan heb ik hier iets meer basic. Een zwarte trui. Is niet echt iets bijzonders. Gewoon helemaal zwart. Lange mouwen. Zit helemaal strak. De kwaliteit is super goed. Het is echt zo'n dikke kwaliteit. Lekker stretchy. En zit echt helemaal mooi om mijn lichaam heen. Ik vind het altijd belangrijk om ook wel wat basic pieces te hebben in mijn kast. Die heb ik ook heel veel. Gewoon zwarte en witte truien. T-shirts. Hemdjes. Gewoon een aantal basic pieces die je kunt mixen en matchen met van alles. Deze trui is echt heel erg fijn. I love it. Lekker warm ook. Echt super. Dit is echt een basic ass zwarte top. Maar hij zit zo ontzettend fijn. I love it. Ik heb hem gewoon nou even aan met een broek van leer. De stof is super stretchy en ook echt lekker dicht. En hij zit echt als gegoten. Hij zit helemaal strak om mijn lichaam. Ook zo hier bij de kol is hij helemaal strak. Ik vind ook echt dat hij mijn lichaam zo heel mooi slank maakt. Het is echt een hele fijne zwarte top. Ik weet dat het gewoon een basic zwarte top is. Maar de kwaliteit is echt heel erg goed. En de fit ook. Hoe die gewoon fit op mijn lichaam. Ik vind het echt super fijn. Ook lekker dik, stretchy. Dit is de achterkant. Gewoon een zwarte normale achterkant. Niks bijzonders. Echt, I love it. Wat is dit een fijne trui. Ook al is hij super saai. Hij is gewoon zo ontzettend fijn dat ik toch helemaal
impressed ben. Dan last but not least, de meest schattige wollen trui ever, jongens. Dit is ook weer super zacht. Ik kan ook weer echt niet beschrijven hoe zacht dit aanvoelt. Echt extreem zacht. Het heeft zo'n lichtelijke kool. Het is helemaal lang tot aan beneden. Beneden word je ook weer zo strak met zo'n band en helemaal lange mouwen. En je hebt dus hier van die hartjes. Is dit niet te cute? Deze hartjes lopen helemaal zo omhoog tot aan de hals. Je hebt er 4. En ik vind dit echt zo ontzettend fijn. Het is zo'n zachte materiaal. Het voelt echt aan als een dierenvacht. Alsof je gewoon echt een vacht aan hebt. Is dit one size? Volgens mij is dit gewoon one size. Hij past echt perfect en ik vind hem echt super leuk. Vooral met de winter, de herfst, is dit echt gewoon te cute. Nou mensen, deze trui is zo ontzettend zacht. Ik zal jullie zo graag dit laten voelen. Het lijkt een beetje op dat huispak qua materiaal. Alleen is het iets wolliger. Maar het is geen normale wol. Het is echt nog zachter dan normale wol. Echt geweldig. Het jeukt ook niet. Dat heb ik best wel vaak. Maar deze jeukt echt helemaal niet. Ik vind deze 4 hartjes hier echt super duper leuk. Dat maakt het echt een beetje anders. De kool is ook gewoon strak. En de fit is ook echt amazing. Hij zit gewoon lekker goed. Hij zit helemaal goed om mijn lichaam heen. Hij maakt me ook lekker slank. Ik vind ook de lengte goed. Ik vind het echt een geweldige trui. Hij schijnt ook echt totaal niet door. Hij is een beetje zo gebroken wit. Niet heel erg wit. Een beetje zo'n crème kleurige wit. Dit is de achterkant. Gewoon wit. Niks bijzonders. Maar ook deze top is echt weer amazing. Let niet op alle troep daarachter. Het is echt super fijn. Vooral omdat het dus hier zo strak zit. Dan maakt het je figuur zo mooi slank. En daar hou ik altijd van. Ik wil altijd heel graag mooi slank zijn. Dus ja, echt super voor de herfst en de winter. I like it so much. Dit is echt, echt goede kwaliteit. Oké, jongens. Dit was het dan weer voor vandaag. Dit waren alle nieuwe make-up producten. Alle nieuwe kleding die ik jullie heb laten zien. Onthoud dus, Chicelle is Black Friday de hele week. Dus shop met de code BLACKSHOPPING. Dan heb je 40% eraf. Al deze producten, wat ik net ook al zei, ik raad ze zeker aan. Nu is er op een heleboel make-up websites ook allemaal Black Friday en kortingen en zo. Dus als je vandaag iets hebt gezien qua make-up wat jou echt aanspreekt, er is een grote kans dat het in de sale is. Dus shop het zeker snel. Ik ga altijd helemaal los in de Black Friday periode. Maar goed, ik hoop dat jullie zoals altijd weer hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer super snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!